27 augustus. Jeremia 1, vers 11 en 12. Het woord van de Heere kwam tot mij. Wat ziet u, Jeremia? Ik zei, ik zie een amandeltak. Toen zei de Heere tegen mij, dat hebt u goed gezien, want ik waak over mijn woord om dat te doen. Het leven werd geopenbaard. Alles was doods en alles was door. Maar toen ineens, toen kwam het leven. Wat zie je? Ik zie die amandeltak. Dat is de eerste bloesem die gaat komen. Het leven komt tevoorschijn. Het leven komt tot een explosie. En het woord brengt leven. Al de beloften van God. Het woord van de Heere. Zo staat hier. Daar waakt God over. Je hebt het goed gezien dat het woord is tot leven gekomen. En het leven komt nu tot jou. En ik sta achter elk woord. En ik waak over mijn woord. Zo zegt de Heere. Want dat woord zal leven brengen. Ik wil u aanmoedigen om bij dat woord te leven. We hebben dat gisteren over gehad. Het zal u versterken. En wees verzekerd, in dit woord is het leven. De Heer zegt op vele plaatsen in de Bijbel, mijn woord is leven. En het brengt leven. En ik sta achter het woord. En ik zal het woord bevestigen in je leven. Als u wandelt met het woord van God, dan zal dat een bron van kracht voor u gaan worden. Niet zomaar een klein beetje, een dagelijkse kracht. Overdenk het woord. Daarom is het belangrijk om ook Bijbelteksten uit het hoofd te leren. Want dan kunt u ze ook onderweg memoriseren en overdenken. Sommige mensen overdenken alleen het woord als ze het lezen. Maar als het in je hart is en als het dan open gaat in je hart, dan kun je dat ook overdag memoriseren en overdenken. En het zal je bemoedigen en het zal je versterken. Ik wil u aansporen om Bijbelteksten, zoals deze tekst, ik waak over mijn woord om dat te doen. Overdenk dat eens deze dag. God waakt over zijn woord om zijn woord aan mij te bevestigen en om dat te doen. God zegen je. Fijne dag.